Bij hervattende vergadering. Om te beginnen is de motie aanpak winkelleegstand in tekst nog iets veranderd. Het zal eerst de griffier voorlezen waar de wijzigingen zitten. Dank u, voorzitter. Het dictum van de motie, dat betekent daar waar ondergetekenden roepen het college op staat. Samen met Hart van Tiel te kijken of een financiële bijdrage binnengehaald kan worden bij alle eigenaren, dus alle eigenaren van alle winkelpanden met als doel een extra stimulans te realiseren. Bladibla. Dan naar het ene laatste bullet. Eén laatste bullet. Samen met Hart van Tiel en mogelijk nog andere partners, marktpartijen, te weten alle eigenaars van winkelpanden tot concrete ideeën voorstellen te komen, et cetera. Het laatste bullet. Hierover voor het einde van 2017, dus het woord augustus, schrappen. Een rapportage aan de raad te overhandigen. Ik kijk de heer Van Oostrom aan. Heb ik dat correct weergegeven allemaal? Dat is het geval. Dus waarvan akte. Deze wijzigingen worden dus, komen dus in die motietekst. Ter beoordeling van u zo. Dan had de heer Graas gevraagd om schorsing over amendement 1. Dat klopt. En dit was een hele lastige discussie. Laat ik zo zeggen, we hadden nog 3 uur daarvoor kunnen uittrekken. Maar uiteindelijk moet je ook een knoop doorhakken. De PvdA gaat hierover verdeeld stemmen. Omdat aan de ene kant zijn mensen heel principieel zeggen, minima geld is bedoeld voor minima en niet voor generieke groepen. En aan de andere kant mensen die zeggen, het schoolzwemmen behouden, dat gaat voor mij voor. Dus wij willen daar graag hoofdelijk in stemmen. Dank u wel. Dan kijk ik nog even wat de schorsing nog betekent heeft bij een aantal andere partijen. Dan gaan we helemaal weer naar de besluitvorming terug van de eerste voortgangsrapportage meteen. Mevrouw Joustra. Even voor de helderheid. Wij hebben nog helemaal niet aangegeven wat we bij een aantal moties willen. Mag u nu doen? Ja. En ik allereerst wil ik even aangeven dat wij onze motie van het jongerencentrum aanhouden. En we zijn heel blij met inderdaad gewoon de bredere punten die mee zijn gegeven. Omdat wij ook deze intentie hebben om het inderdaad gewoon in een breder licht te zien en te kijken waar mogelijkheden liggen. Voor burgerparticipatie, daar gaan wij niet in mee. Sorry, daar gaan we wel in mee. Het wordt laatst. Excuses. Dan voor de accountantscontrole nummer 5, daar gaan wij in mee. Het schoolzwemmen van D66, daar gaan wij niet in mee. Het woonbeleid van de VVD, daar zien wij ook geen aanvulling in bij wat de wethouder heeft aangegeven. Dus daar gaan wij niet in mee. Even kijken, sociale wijkteams, daar gaan wij niet in mee. En we zijn heel blij met de aanpassingen van de motie van het CDA voor de aanpak van de winkelleegstand. En daar kunnen wij in meegaan. Ja, dank u wel. We hadden nog een aantal van Sociaal Tiel ook. Ja, dank u. Volgens mij misten wij nog bij de AppCare. Daarin gaan we mee. Motie 5, de redundatie accountantscontrole, daarin gaan wij ook mee. Het gas terugnemen gaan we weer mee. En de aanpassing van de winkelleegstand, daar kunnen we ons wel in ieder geval een stuk beter in vinden dan hoe die was. Daar gaan we ook in mee. Dank u wel. Dan gaan wij even terug naar de agenda. Voor ons ligt het eerste ter besluitvorming agenda punt 11. En dat betreft de tweede voorgangsrapportage. Voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de financiële mutaties.
Daar zijn geen moties over ingediend. Kunt u instemmen daarmee? Allen. Ja? Is het voorstel aangenomen? Dan komen we bij agenda punt 12, dat is het vaststellen van de programmabegroting. Dan hebben we eerst een amendement, vervolgens de begroting zelf en vervolgens de moties. Het amendement, G4. Ik ga even de fracties oplezen die voor zijn en tegen. En er is, nee, die is gevraagd om hoofdelijk stemmen. Pardon, dus ja. Dat gaan we gewoon hoofdelijk doen. Ja. Dank u, voorzitter. Als ik uw naam opnoem, zegt u voor of tegen. Het begon met mevrouw Rood, dus kan ik nog herinneren. Lang geleden. Voorzitter, zo was ik nog niet. Oh. Jammer. Nee, maar dan weet ik ze zich alvast te volgen. Dit is ook een leuke. Hé, hey, die is leuk, hè? Ja. Ja. Voorzitter, leidt u aan een gespleten persoonlijkheid? Kijk wat je nu doet. Die gaat goed. Hij lijkt me heerlijk. Ja. Maar al mijn favorieten, die twee oude mannen, als je op het balkon. Voorzitter, kunt u gewoon even uit beeld gaan? Ik begin bij mevrouw Roders. Mevrouw Roders. Voor. Mevrouw Stoeten. Voor. De heer Groen. Voor. De heer Smits. Ede. Mevrouw Boedak. Voor. De heer Sadiki. Voor. Mevrouw Joustra. Voor. Mevrouw Derksen. De heer Aliskan. Voor. Mevrouw Under. Voor. De heer Sijpkes. Voor. De heer Van Gurp. Tegen. De heer Verbeek. Tegen. De heer Gradesen. Tegen. Mevrouw Sonneveld. Voor. Mevrouw Kreuk. Mevrouw Medjiari. Tegen. Mevrouw Dukesnooi. Tegen. De heer Van Baal. Tegen. De heer Van Galen. Voor. Mevrouw Dekker. Voor. De heer Henning. Tegen. Mevrouw Son Stolk. Voor. De heer Van Oostrom. De heer Zuidema. Tegen. De heer Van den Burg. Voor. De heer Jutje. Tegen. Het amendement is aangenomen met 16 voor en 11 tegen. Yes. Dan komen wij bij de begroting zelf, voordat we naar de moties gaan. Vaststellen van de begroting. Kunt u daar allemaal mee instemmen? Dat is de heer Van Gurp. Met dien verstande dat de opmerking zoals reeds gemaakt is over die 25.000 euro. Ja, kunt u even nog die opmerking. Ja, u heeft daar een vraag over gesteld, de wethouder heeft geantwoord. Maar even terughalen wat uw opmerking dan betekent. Met dat als stemverklaring kunnen we instemmen. En de stemverklaring is? Dat we daar niet voor zijn. Dat is dan genoteerd. Daarmee is de begroting aangenomen. Dan komen wij bij de moties. Ik begreep dat wij een handtekening moeten zetten omdat het stukken snel naar de provincie moet. Het hangt samen met een New York reis.
Ja, deze stukken gaan naar de provincie. Dan komen wij bij de moties. En we beginnen bij motie 2. Dat is de verstoppen, ja, dat is genummerd 2 omdat we het amendement net gehad hebben. Nummer 2, motie. Stopverspilling overheidsgelden. Die is raadsbreed aangenomen. Ja? Motie 3, burgerparticipatie. Die is raadsbreed aangenomen, als ik het goed heb. Als je niks zegt, dan wordt het. Motie 4, appcare. Daar zijn alleen VVD en D66 tegen, als ik het goed heb. Klopt dat? Is die motie aangenomen. Dan krijgen we motie 5, redundatie accountantscontrole. Die is raadsbreed geaccepteerd. Aangenomen. Ja? Is het geval. 6 die is geschrapt. 7 die is schoolzwemmen, die is verworpen. Met alleen D66 en Partij van de Arbeid voor, als ik het goed heb. VVD ook voor? Had u nog niet aangegeven, volgens mij. Nee. Ja. Nee, ik ben blij dat hij dat nou alsnog doet. Die ontsnapt ons niet. Die gratis, hè? Ja, ik zit een beetje te twijfelen, omdat het geld natuurlijk wel uitgegeven is met amendement. Het wordt een beetje een merkwaardig verhaal. Zeg maar, het is eigenlijk het spiegelbeeld van het amendement, volgens mij. Dan zouden we ook weer verdeeld moeten stemmen en zo. Ik weet niet of het veel zin heeft. Ja, dat moet hij zelf beoordelen. Ja. Ik zal pragmatisch gaan we er gewoon in mee, Gerel. Dus schoolzwemmen 7 is, zijn D66, Partij van de Arbeid en VVD voor. En daarmee is dat voorstel verworpen. Ja, is dat een goede conclusie? Kijk even naar de vier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Dat is een juiste conclusie. Voor dat was een juiste conclusie. Dan komen we bij gas terugnemen, maar dat heet inmiddels energie. Neutraal. Nog iets? Motie 8, daar is alleen de VVD tegen. Klopt dat? Die is dus aangenomen. Dan komen we tiny houses, dat is deze VVD verdeeld. En de heer Vergeup kan aangeven hoe die verdeling eruit ziet. De fractie is voor, behalve de heer Smits en de heer Vergeup. De heer Smits, dat betekent dat deze motie is aangenomen met alleen tegen de heer Smits en de heer Van Gurp. Dan komen we bij motie 10, het woonbeleid. Daar heb ik alleen tegenstemmen van OD16 en ProTiel. Klopt dat? Dat is het geval, die is aangenomen. Operatie Steenbreek, die is raadsbreed, wordt die gesteund. Dat is het geval. Motie 12. Die zit even wat ingewikkelder. Misschien is het goed dat de griffier dat even aangeeft. Volgens mijn administratie, sorry, zijn voor OD16, ChristenUnie, PvdB, Sociaal Tiel, PvdA en GroenLinks. Ho, ho, ho. En GroenLinks. En tegen CDA, VVD, D66 en ProTiel. Dus dat is. Even kijken. Als ik het heel snel tel, is het 14-13. Ja, 14-13. Dat betekent dat deze motie 12 is 7, aangenomen met 8. 14-13. Tel hem nog even voor de zekerheid na. 13? Nee. Nee, we hebben 27 raadsleden. Dus 3. 3.
13. Ja, hij is aangenomen met 14-13. 14-13, ja. Motie 12. Dan de motie 13, de regenboogloper. Daar zijn 15, tegen CDA. ChristenUnie, CDA, VVD. Ik zit even te kijken naar D66. Die is tegen. Moeten we daar ook even goed naar kijken. Deze motie is aangenomen met 15 voor, 12 tegen. Dan komen we bij motie 15, de aanpak winkelleegstand. Daar zijn tegen OD16 en de VVD. En de overige fracties volgens mij voor. Is dat de juiste conclusie? Dat is de juiste conclusie. Die is aangenomen. Dan komen we bij motie 16, die is raadsbreed. Wordt die gesteund? 17 wordt aangehouden. Dan hebben we motie 18. Peron constructies. Daar zijn tegen ChristenUnie, VVD, P van de B. En de rest is voor. Klopt dat? Dat klopt. Dus die is aangenomen. En dan hebben we motie 19 tot slot. Tielse inclusieagenda. Daar is alleen de VVD tegen. Klopt dat? Dat is het geval. En dan hebben wij alle moties afgehandeld. En daarmee agenda punt 12. Dan komen we bij agenda punt 13, de lokale heffingen, raadsvoorstel. Kunt u daarmee instemmen? Met de lokale heffingen. Mevrouw Kreuk-Wilderman. En dan mevrouw Joustra. Ja, we hadden in de commissie beleidscyclus gevraagd of dat er inzicht konden krijgen in de kosten en van het aanpassen van het parkeertarief en uiteindelijk ook de baten als je het parkeertarief met 1 cent verhoogt. Van 1,80 naar 1,81 geloof ik, zeg ik even maar uit mijn hoofd. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet... Ik dacht dat ik het langzaam heb zien komen, maar het kan ook zijn dat het een mededeling was dat we het nog voor de begrotingsraad zouden krijgen. Maar ik heb het niet meer helder op het netvlies staan. Nou, misschien dat de griffier daar iets over kan zeggen. Ik zag een vingertje van meneer Grades, maar... Nee, u bent rechtstreeks aangesproken, dus u mag het woord. Als u kijkt naar het advies zoals het bij het raadsvoorstel is gevoegd, dan is het antwoord op de vraag in het advies opgenomen. Dat staat tussen zogeheten haken. En daar staat, inmiddels is de vraag beantwoord. Het antwoord luidt, nee. Nou, dat kunt u voor de rest zelf verder lezen. Dan had ik het daar gezien, maar was ik het even vergeten. Was u kwijt waar u het gezien had? Ja. Dank u wel daarvoor dat u me daar eventjes op hebt gewezen. Wij kunnen niet instemmen met dit voorstel. Wij vinden die 1 cent verhoging niet in verhouding staan toch. En wij vinden het ook geen goed signaal naar de samenleving toe als je wil gaan voor een gastvrij tiel waar je heerlijk kan winkelen. Het gaat over het onderdeel parkeertarieven. Ja. De rest stemt u wel mee in. Datzelfde geldt voor de precario-belasting. Want die wordt alleen gegeven, zie ik, op de tarief of op de terrassen. En daar kunnen wij ook niet mee instemmen. Ja, wie, ik zag mevrouw Joustra. Nou, we hebben het ook al eerder aangegeven. Wij hebben inderdaad als enige samen met PvdB inderdaad gewoon moeite met de inflatiepercentagestijging, hoe klein die ook is van de parkeerbelasting. Omdat we het toch erg belangrijk vinden dat we inderdaad gewoon voorlopig de detailhandel blijven ondersteunen. En inderdaad zorgen dat Tiel aantrekkelijk blijft voor iedereen. Dank u wel. Wil je verder nog over dit voorstel? Ja, mevrouw Sonneveld. Sociaal Tiel sluit zich daar volledig bij aan. Verder nog iemand over het voorstel? Dat betekent dat voor wat betreft dit voorstel dat u kunt instemmen met de aantekening dat de P van de B
pro-Tiel en Sociaal Tiel niet instemmen met de verhoging van de parkeertarieven. En dat de PvdB ook niet instemt met de verhoging van de precario-tarieven. Mevrouw Joustra. Ja, ik weet niet of ik het aan moet geven, maar wij hebben geen moeite met de verhoging van de boetes. Want dat is een keuze die mensen maken. Nee, het ging over de parkeertarieven. Ja. Ja, kunt u met deze aantekeningen instemmen? Dat is het geval. Dan komen we bij het vragenuurtje. Er zijn geen vragen ingediend. Dan komen we bij de rondvraag. Zijn er punten voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan sluiten we de vergadering.